Hallo allemaal, vandaag loop ik 26 kilometer naar Carrion. Een hele vlakke dag en je komt altijd mensen tegen. Dus een paar dagen geleden ben ik al Jan en Toot tegengekomen uit Hilversum, heb ik geleerd. En op dit pad kwam ik ze weer tegen. En ze zitten hier voor me, heel leuk bij de schapen. Dus we gaan even kijken hoe ze het gemaakt hebben. Goedemorgen Jan en Ton. Ja, Toon, sorry. Ja. Maakt niet uit. Maar ja, ze maken de schapen aan het schrikken. Ja. Ze gaan allemaal weg. Goedemorgen Remco. Goedemorgen. Vertel eens even, jullie zijn hier al eerder geweest, toch? Nou ja, ik heb in 2010 ben ik vanuit Hilversum naar Santiago geweest lopen. Maar alleen? Alleen, 18 april weg en 3 augustus kwam ik aan de Santiago, 101 dag. En daar heb ik vreselijk veel mooi weer gehad. Ja. Ik heb leuke mensen ontmoet. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, ik moet toch wel wat meer gaan lopen. Toen heb ik mijn vrouw geenthousiasmeerd en toen zei we het jaar erop zijn we echt camino's gaan lopen. En wat vond je ervan, Toon? Dacht je, ik ga er maar achteraan? Ik heerlijk. Ik vond het echt lekker. We zijn dus begonnen in de eerste, in Le Puy-en-Velay, ja. Tot aan Saint-Jean-Pied-de-Port. Mm-hmm. Nou, toch ruim 800 kilometer en ik heb het voor elkaar gekregen. En jullie, als ik het zo vrij mag zijn, behoren niet tot de jongste hier op de camino, hè? Nou, wat heet? Ben je het verraden? Ja. Dit jaar ben ik, vorige week, ben ik 78. Wauw, geweldig, knap hoor. En Jan? En Jantje. 1 jaar, hè. 1 jaar ouder, ja. Iemand moet oud zijn. Ouder. Ouder, ja. Nou, als ik zou zeggen 68 en 69, zou ik het ook geloven. Ja. Nou, dat is heel leuk gezegd, maar ik zie het zelf niet. Oké, nou, top. Maar het houdt je wel fit. En jong, we hebben ieder jaar een camino gelopen, dus ook van Lissabon zijn we met z'n 2 wezen lopen naar Santiago. En van Oviedo, de Primitivo. Mm-hmm. En in Frankrijk ook. Maar het houdt je wel, het keeps you fit. Het houdt je echt bij de tijd. En jongen ook, want je zit ook met jonge mensen te eten in de albergues. Wel veel lawaai en ze drinken veel natuurlijk. Ik ook wel, ik vind het erg lekker hoor. Mag ik even wat? Wat ik wel merk is dat ik wel toch ieder jaar een beetje inleven. Dat begin ik wel te merken. Maar je geeft er niet al te snel aan toe? Nou nee, dat hoop ik. Dat probeer ik niet, nee. Nou, ik probeer door te zetten. Heel goed. Ik denk dat de boodschap voor iedereen moet zijn. Lekker blijven lopen, zoveel je kan. Ja, dat denk ik ook. En wat zeggen we tegen elkaar als we elkaar tegenkomen allemaal? Buen camino! Buen camino! Ja, dat was een leuke ontmoeting met Jan en To. We moesten daar wel een stukje verder lopen. Ik ben nu het plaatsje Carrion de los Condes binnengekomen. Net toen ik de stad inliep was er een verraderlijk stoepje, dus ik ben natuurlijk weer overheen gesukkeld. Dus ik heb heel een beetje mijn elleboog geschaafd, maar niets wat niet in 1 dag over kan zijn. Dus dat valt allemaal reuze mee. Ja, mijn hommage vandaag is wederom in de familie. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe MD toch altijd hele families raakt. Begon eigenlijk met de diagnose van mijn moeder. Die was in de begin 40 zo'n beetje. En die kreeg allemaal vage klachten met minder kracht in de handen, moeite met spreken. En dat werd eigenlijk steeds meer afgedaan als zeurderig of als overgangsklachten. Maar eigenlijk niemand kon haar helpen. Toch zetten ze door. Ja, ik heb het blijkbaar maar geen vreemde. En uiteindelijk belanden ze bij een neuroloog. En die dokter zei gelijk toen ze binnenkwam, oh, u heeft MD. Dus eindelijk iemand die dat gelijk kon zien. En dat was natuurlijk het hele balletje aan het rollen. Want ja, als zij MD heeft, wie heeft het dan nog meer in de familie? Want je hebt het van een van je ouders gekregen. Die waren op het moment allebei al overleden. Maar hoogstwaarschijnlijk is het van de vaderskant gekomen van mijn moeder. En in haar gezin, ze had nog 2 oudere zussen en een jonge broer, hebben zij alle 4 ook gehad. Dus ook daar botte pech, want normaal is dus maar 50% kans, nog steeds heel hoog. Maar zij dus alle 4, allemaal ook relatief vroeg gestorven. Eind vorig jaar overleed dan ook de jongste van het gezin, mijn oom Rien Lips. En dat markeerde dan ook het begin van mijn sponsorproject. Vandaag in het zonnetje komen er ook te staan mensen die ook met ND in mijn familie te kamp hebben. De weduwe, de overleden echtgenote van mijn oom Rien Lips, die zelf in een heel lastig traject van een
heupoperatie en in een verpleeghuis zit en daar nog wel waarschijnlijk enige tijd zal blijven, wil ik vandaag aandacht voor vragen. En voor mijn neef Jan Balemans, die een hele zware tijd heeft. Gelukkig heel liefelijk wordt bijgestaan door zijn zus Anja Balemans. Maar vandaag heb ik extra aan hen gedacht. En speciaal voor Jan heb ik heel aandachtig naar R. van Bach in de bewerking van Exception geluisterd. Heel veel lieve groeten voor jullie alle twee. En wij zien elkaar allemaal morgen. Dag!